Het is zo'n kleine walnoot. Het lijkt wel alsof je een walnoot gaat uitknijpen. Mattie en Wietse, een week lang geboeid. Wat is er met je bed gebeurd? Ja, het is er met mijn bed gebeurd. Daar ben ik doorheen gezakt, zonder dat ik iets geks heb gedaan. Ik hoorde dat dus vanochtend. Ja. Hij heeft het 3 dagen volgehouden. Maar hey, we gaan naar het zwembad? We gaan naar het zwembad. En hoe ga jij dat doen? Nou, ik ga niet mee het bad in. Nee, maar hoe ga je dat dan doen? Want ik moet toch zwemmen. Ik ben langs de kant. Maar jij zit op Ironman snelheid. Ik zwem alleen recreatief. Ik kies altijd het bad met de meeste glijbaan. Ik ga pakken was mijn zwembroek. Ik heb alles meegenomen. Maar vind je het goed als ik niet mee het bad in ga? Als je niet mee het bad in gaat? Ja, ik kan niet mee het bad in. Ik kan jouw snelheid niet bijhouden. Je bent mijn soort assistent ben je dan? Ja. Oké, nou dan kun je mijn badmuts vasthouden. Zwembril. Hier, apparatuur. Jeetje. Toch even weten hoe het voelt. We gaan. Moet ik hier gaan zitten? Ja, ga je helemaal lekker daar zitten. Ah. Ik krijg hem niet dicht, hè. Hebben ze hier een glijbaan? Nee, hoor. Het is 1 bok snelheid. Ga weg. Ga eens weg. Hoi, Wietse. Hoe is het? Goedemorgen. Hoi. Johan. Hoi. Hoe goede zwemmer is Wietse eigenlijk? Hij wordt elke dag beter, laat ik het zo zeggen. En nu is de bedoeling dat jij gaat trainen en zo te zien jij niet. Ja, Johan, ik pak echt alleen de banen met glijbanen en zo. Ik zou gewoon zeggen, waarom gaan we er niet in? Ja, ik ga het gewoon proberen. Ik doe gewoon wat ik normaal ook doe, Mat. Ja, dat is goed. Heb jij nou zo'n groot hoofd? Het is zo'n kleine badmuts. Het lijkt wel alsof je een walnoot gaat uitknijpen. Oké, zullen we een warming-upje doen? Ja, eerst maar. Mijn muts is nog niet goed. Zijn veilig, Johan? Absoluut, ga maar. Maar wel bijbenen. Hop. Kom op. Beetje lopen. Vooruitloper. En weer terug. Dit moet beter gaan. Dan moet je ernaast blijven. Blijf ernaast, Mattie. Niet vooruitlopen, ernaast blijven. Ik denk dat jij harder werkt dan hij. Ja, dat denk ik ook. Denk ik. Zwemmen. Benen erbij. Dat zijn we lekker uit, hè? Ja. Maar wat als ik nou ziek raak verstrikt in de ketting? Ja. Dat gebeurt zo. Ja. Ja? Ja. Oké, dan zink je. Oh ja. Waterdicht systeem. Oké, dus moet ik net dit trainen. Hè? Ja, ken je dat niet? Je moet toch alleen eens in groep 4 zitten. Het is blijkbaar zo, ik kan je laten zien wat je dan doet. Ga je zo? Ik leer het maar nooit met die jongen. Plak een hond uit. Hou ze onder water. Oh, wat stond er druk op de ketel. Coach van mijn leven. Dit was de warming-up. Ik denk dat de training kan beginnen. Ja, ik zou wel een patatje lusten of zo. Dat is toch altijd na het zwemmen. Ik ben wel verbaasd. Ik moest echt flink doorstappen om hierbij te houden. Ja, hè? Ja, niet doen. Ik wil echt niet. Niet doen. Kom maar. Ik heb geen zin. Ik heb geen zin. Ik kan geen borst van. Nu wil ik echt een patatje. Oh, dit is ontspannen. Kom, we gaan naar huis. Zouden zij sleutels hebben, denk je? Van die boeien? Ja. Hallo? Maar hij ligt te slapen. Wie heeft er nou zulke grote voeten? Ah. Oh, voor Fien. Ik denk dan toch dat ik 45 heb. We hebben ook luisteraars uit. Ja, we gaan splitsen in teams. Dus we gaan een soort van tegen elkaar bowlen. Ja, iets met deze mensen gaan we dat doen vandaag. Ja, Mattie, met wie zou je nog een keer op date willen? 5 jaar Mattie Wietse, ook dankzij jullie natuurlijk. Daarom moeten ze wel bitterballen bestellen. Ja, schaatsen, iedereen bitterballen? Ja. Lekker, ja. Nee, ik gooi met rechts. Ja, ik ook. Hé, maar je bent toch links? Ik schrijf links, maar ik bol wel rechts. Je bolt alleen met rechts? En knip. Ik knip ook met rechts. Auw, jongen! Wat? Ik moet toch in? Hartstikke pijn. Ja, dan moet je. Jongens, dit winnen we. Ik heb net gezien hoe die gooit. Intercom, ik ga even bitterballen bestellen. Oh, het gaat allemaal aan hier, hè? Geef een naam.
Nee, de rode spek. Nee, nee. Oh. Oh. Hallo? Oké, we zijn klaar. Let the games begin. Wat heeft iedereen kleine vingertjes hier? Heb je bumpers nodig? Nee. Lekker Penny. Net nee, zoals bij nee, het voetbal, nee. Kan ik Penny van je kopen? Nee. Bitterballen. Nee. Lekker Wietsen! Oh! All I do is win, no matter what. Champions. Wietsen, hoe zit het met die bitterbal? Weet ik niet. Nee, dit is mijn bal. Dit is mijn bal. Nee, dit is mijn bal. Mijn bal. Hallo? Hallo? Zee! Oh! Ah, kut. Pap, pap, pap. Niet, we hebben echt een soort van krachtvoer nodig aan deze kant. Is daar iemand? Het is niet mijn team onthoofd. Deze. Hi. Kan de frituurpan al aan? De test gaat om 2 uur open. Ja, oké, okay, maar kan de frituurpan al aan? Even wat bitterballen erin. Ja, een beetje krachtvoer nodig. Ja. Strike, lekker. Ik wil even een moment met mijn team gaan. Ik zie de winst door mijn vingers glissen. Een beetje saboteren? Een beetje saboteren? Ja. Ah. Oh. Goed over de lijn. Bam! Oh, ik ben Matty Valk. Ik heb nog geen strijker gegooid vandaag. Konijnenoren. Kling, 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 kling. Nou, niet veel beter dan de andere keer. Ja. Hey! Kijk eens. Ja, zeker mag je niet aan mij geven. Het bruine fruit. Ja. Bedankt. Goeie ballen. Staat dik voor, jongen. Een rare paashaas. En misschien ben ik toch te snel verslapt of zo. Of, Bam! En misschien had het veld er ook iets mee te maken. We hebben geflikt, jongens. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Ja, het zit er bijna op. 5 dagen geboeid. 5 jaar Matty en Wietse. Het was eigenlijk een experiment om erachter te komen of we elkaar echt zo goed kennen als dat we denken. Ik denk het wel. Ik denk het ook. Ja, ik ben geen hele rare dingen tegengekomen. Nee. Maar ik heb wel echt heel veel zin om gewoon weer dingen zelf te doen. Ja. En dat is eigenlijk wel het mooie aan zo'n experiment. Dat je daar zo naar kan verlangen wat eigenlijk heel normaal is. Ja. In je eentje naar een zwembad gaan. In je eentje naar een bowlingbaan gaan. Niet dat ik daar vaak naartoe ga, maar... Dat soort dingen allemaal. Ja, klopt. In je eentje naar de wc gaan, daar kan ik echt heel erg naar uitkijken. Nou, het klinkt misschien een beetje sentimenteel, maar je komt er wel achter hoeveel je vrijheid waard is. Dan ja, toch? Zeker. Dat je gewoon lekker in je eentje dingen kan doen. Ja. Dat kon deze week niet. Ik heb wel echt enorm gelachen. En het is niet zo dat ik er nou nog echt vrijwillig 5 dagen aan vast zou willen plakken. Maar... Dan ga ik wel naar de noodtelefoon bellen. Maar eigenlijk, tot nu... Ja, maar je valt me alles mee ook. Ja, zo geboeid. Ja, maar weet je nou, als je jou het eerste gezicht ziet, dan denk je veel erger. Maar. Nee, we hebben echt een leuke week gehad. Hele leuke week gehad. Ja. Ben je alweer wakker? Zie je, ik ken die echt zo goed als wat ik dacht. We zijn een week lang geboeid. Wil je niks missen? Klik dan hier om je te abonneren. En klik hier om een andere video te bekijken. Niet doen. Niet doen. Eventjes. Nee, niet doen. Eventjes. Nee, jongen. Niet doen.